ik sta hier bij Mark van den Berg van Sint-Antonius, wijnhandel Sint-Antonius. Maar jullie hebben ook heel wat whiskies in huis en werken. Onder andere de Glenroads. Inderdaad, ja. En we hebben vandaag iets speciaals mee voor de Whisky Live hier in Spa? Of? Ja, ja, we hebben hem gepakt. Hij is enorm populair. Het is een 98 en hij wordt genoemd de Farewell Dram. Omdat dus de laatste 98 is, dat is altijd vintages. De 98, de gewone versie, is volledig weg. En we hebben nog één vat kunnen op de kop tikken op vatsterkte. Het is dus de klassieke 98 zoals we die kenden. Maar doorgerijpt voor versnijding eigenlijk. Doorgerijpt op een andere vat, een bourbonvat. En het is fantastisch hoe dat die toffee daaruit komt. Hoe dat die zoete toetsen daaruit zitten. Hoe dat dat mooi verweven is. Het is echt een heel, heel mooie whisky. Het is een vat, 294 flessen. Het is het eerste festival dat we ermee doen. Maar er zijn al een aantal weg. En ik denk dat na Gent het volledig op zal zijn. Dat was nu wel iets typisch van de Glenroads. Meestal staat daar geen leeftijd op, maar wel het jaartal waarin dat gedistilleerd is. Dus zijn eigenlijk al wat dat zij noemen vintages. Hè? Dat zijn allemaal whiskies van 1998 voor die in die fles zitten, klopt dat? Ja. Nee, eigenlijk is Glenroads een vintage whisky. We hebben alleen door de hoge vraag, zoals iedereen, wat jongere whiskies. We hebben die Alba Reserve 100% Amerikaanse eik. De Select Reserve, de instapper die een beetje de stijl Glenroads gaat tonen. We hebben de Vintage Reserve, waar we met oude en jongere zitten met een dominantie van sherry, maar heel elegant, heel verfijnd. We hebben dan de Sherry Reserve, Amerikaanse sherry eik. Heel zacht, heel zoet, heel mooi. En dan beginnen we aan de vintages. Momenteel hebben we nog 2001, hebben we 95, 98 valt dus weg. We hebben ook nog 88, 78. Glenroads is eigenlijk een vintage whisky. Maar de instappers zijn whiskies waar ze reserve noemen en zonder leeftijd. Maar nu ter gelegenheid van het einde van de hoeveelheid 98 die beschikbaar was, is er dus die single cask dat we hier nu presenteren voor de eerste keer in Spa. De andere helft van het vat gaat naar Gent en ik vrees, als we hem hier of niet nemen in Gent en hier niet nemen, dat je geen kans krijgt om die te proeven. Ja. Dan gaan we dat zeker een keer moeten doen. Hoek, zou zijn bedankt voor dat kleine interview hier. En dat we zien elkaar wat er op het volgende festival. Waarschijnlijk zal dat dan in Gent zijn. Nee, probleem. En dan komen we nog een keer bij u langs. Hè. Goed. Zeg, Mark. En bedankt. Salutjes. Tot de volgende. Probleem.